Ik ben freelance journalist. Ik ben filosoof. Ik ben coach en ik help mensen gelukkiger of succesvoller te worden. Ik ben internationaal spreker, schrijver en adviseur over geluk. Ik geef les in Zwolle als meditatieleraar. Onlangs een boek geschreven over Shinrin Yoku. Dat is de Japanse kunst van de bosbaden. En ik ben altijd op onderzoek uit wat we aan filosofische ideeën kunnen hebben voor het alledaagse leven. Geluk is dat je heel makkelijk kan focussen op wat belangrijk voor je is. Ja, veel mensen... En heel makkelijk kan loslaten wat niet belangrijk voor je is. We hebben het beeld bij geluk. Hoe tevreden je bent met je leven in combinatie met hoe je eigenlijk op dit moment voelt. Dat het iets is wat ze moeten nastreven. Dat je nergens anders wilt zijn dan waar je op dat moment bent. Vaak uit het nu. Uit het nu. We zijn zo hard bezig om gelukkig te worden. Dus dat heeft ook te maken met acceptatie of aanvaarding van hoe het is. Dat we vergeten gelukkig te zijn. De grootste momenten van geluk voor mij zijn toch bij de mensen zijn van wie je houdt. De rimpeling van het water. Het feit dat je ademt. Als je naast een meertje loopt, de vogelzang. Het feit hoe je beweegt en hoe het allemaal vanzelf verloopt. Dat is iets waar we al snel aan voorbij gaan. Na het avondeten met het gezin aan tafel nog een beetje nakletsen en een beetje dollen. Het licht dat gefilterd wordt door de bomenbladeren. Echt er zijn, zeg maar, met elkaar. Ik voel me dan nederig, klein, van hoe magisch mooi de wereld kan zijn. Als ik één tip zou mogen geven, dan zou ik zeggen, besteed meer tijd met andere mensen. Nou, wat ik zelf een heel mooie les vind uit de filosofie, is een oude groep Griekse filosofen die zeggen, wat ons geluk heel vaak in de weg zit, is dat we ons zo bezighouden met wat anderen van ons vinden. Ja, stoppen met zorgen maken en gewoon hier zijn en genieten en om je heen kijken. De manier om daar van af te komen, volgens hen, is je regelmatig tegendraads te gedragen. Eigenlijk ieder moment is weer een moment om... Ja, verwonderd en dankbaar te zijn. En dat is, ja, dat is meer een acceptatie en tevredenheid over wat er is en daar je geluk in vinden. Kijk, open je ogen en zie wat voor schone mooie wereld we leven.